Jeroen Kanon. Ja. Ben jij klaar voor de modus? Zeker. Jij bent hier nu 7 keer geweest. Ja. Wat is jouw ervaring hier? Hof. Goede ervaring, goed gespeeld. Het doel was hopelijk 1 ticket. We hebben er 2. Moest het meevallen, hadden we er sowieso 4. Maar best super content. Hadden er 4 kunnen worden, waarom zijn er geen 4? Ja, iets te kort aan ervaring. Een finale verloren op de decider. 2 keer eerste ronde verloren. Dat zijn details. 2 keer eerste ronde verloren, komt het omdat de druk die je meebrengt? Want je is eigenlijk heel lang heb je aan de leiding gestaan van het klassement. Komt het door de druk die je meeneemt? Het was niet echt de druk. Het punt van mij is de eerste ronde. Dan pas kan ik wel echt gevaarlijk zijn. Maar ja, het was iedere keer op een decider. Vandaag wist ik, sowieso had ik mijn 2e ticket. Dus we zien wel hoe dat ging gaan. Ik verlies tegen mijn goede vriend, Gillian, 4-0. Maar ja, goed. Veel respect voor Gillian. Je mag je toch opmaken. Je hebt ook meegedaan aan de VTM Darts Academy. Klopt. Hoe is dat bevallen? Ook heel goed. Ook zonder, hoe moet ik dat nu zeggen? Niks ervaring. Uitnodiging gekregen van Erik Larijs. Mee moeten trainen met de 30 mannen. Toch uitgepikt als 4e. Dus super trots. Dus dan mag je je op gaan maken voor Q-School. Ja, dus Q-School 2e maal. Verleden jaar was het 1e maal. Ik zat er lekker in, maar dag 3 val ik ziek. Dus die loting was wel balen. Dus met het gevoel dat ik nu heb, met de loting van verleden jaar, zit er wel dik in. Zit er dik in. Maar mocht het niet lukken op Q-School, dan mag jij 2 keer in de mode Super Series toe op een podium. Wordt dat jouw eerste keer op zo'n groot podium? Ja, eerste maal voor camera's spelen. Ik heb al een keer op een podium gespeeld op open hand tegen Mike de Dekker. Heel iets anders. Nu sta je daar alleen. Camera's, iedereen kan meekijken. Dus, goed. Nou, super. Wat zijn je plannen voor de rest van volgend jaar? Met een toolkit ga je natuurlijk de tour af, maar zonder toolkit ga je meer WDF spelen? Ga je Challenge Tour spelen? Sowieso Challenge Tour. Lokaal een WDF toernooi. Dutch Open, Open Brugge, Open België, Antwerpen. Voor de rest toch alles naar de Challenge Tour dan gooien. Goed, gaan we jou volgend jaar terugzien. Dankjewel. Dankjewel.